alleen maar last van. Wat die meneer laat zien, dat noemen ze dan een center point. Dat is om het glas kapot te krijgen. Speciaal apparaatje. En wat er nu gebeurt met dat breekijzer, dat is om wat ruimte te kunnen krijgen, zodat zo'n deur makkelijk verwijderd kan worden. Want zoals je ziet is dat grote gereedschap best wel heel erg groot. En deze auto is eigenlijk niet echt gedeukt. Normaliter heb je dat wel, na een ongelukje. En dan heb je vaak wel wat ruimte om je redgereedschap. Hoe gaat het met juf Laura? Wat hebben we... Oh, ze vindt het heel erg spannend. Blijkbaar gaat het even wat lastig. En gebeurt er niet wat er zou moeten gebeuren. Dus nu hebben ze net de spreider gebruikt en nu wordt er gevraagd om een schaar. Dat is een iets andere schaar dan dat er thuis bij jullie in de keukenlaar ligt, denk ik. Een hele grote knipschaar die erin gebruikt. Ik ga deze foto's weer zien, want ik ben ook op de foto geknipt in de schaamvast. Ik wou even kind zijn. Maar jullie juf zit nog steeds te lachen in de auto, dus het valt best nog wel mee. Zo spannend vindt ze het. Kijk eens aan, dan gaat ze weer al over. Dan ben ik toch wel erg benieuwd wat jullie juf ervan vond. Kijk, ze stapt er nog gewoon uit. Toch nog wel wat glas in de schoenen. Ja, heel goed gedaan, jongens. Dan gaan we met de deksel langzamer opschuiven. En dat is het niet meer doen, dat gaan we niet zien. Zoals jullie kunnen zien, dan heb ik de brandweer. Bij jou een klein beetje naar verder door, want de jongens, jullie staan in de rook.